Goedemorgen. Blalalala. Vandaag ben ik 47 maand samen met Jolien. Blalalala. 47 maand. Echt waar. We zijn niet sinds het begin van onze relatie begonnen met vloggen. Dat doen we eigenlijk nog maar recent. Alhoewel we nu toch al meer dan een jaar bezig zijn. En we zitten bijna aan vlog 500. Blalalala. Cool, hè? Moeten we iets speciaals doen of zo? Moeten we dan een feestje geven bij ons? Ik heb het ooit eens op onze Twitter gezet. Als we ooit de 15.000 abonnees halen, die hebben we in tussentijd al een tijdje, dan geven we een feestje. En we hebben nog steeds geen feestje gegeven. Dus eigenlijk moet je even hieronder in de reacties zetten. Als je heel graag eens een feestje wilt, moet je mij een beetje onder druk zetten. Want ja, het komt er op de een of andere reden niet van. Maar eigenlijk moeten we dat wel eens doen, ja. We kunnen dat gewoon bij ons thuis doen, want we hebben onder ons huis hebben een koffie- en theezaak. En daar hebben we ruimte genoeg om jullie te ontvangen. Trouwens, ik moet de zaak open doen, want het is nu 8 uur. En eigenlijk gaan we al open om 8, dus ik ben al een beetje te laat. Er komen ook mensen ontbijten deze ochtend, dus het wordt weer een drukke ochtend, het wordt weer een drukke dag. Maar morgen kunnen we uitrusten. En dan gaan we ook trouwens leuke dingen doen, want we gaan naar een bijzondere plek. Ja, voor een paar dagen. Het wordt wel best leuk eigenlijk, dus blijf ons zeker volgen. We gaan weer naar het buitenland, maar niet naar Londen zoals de vorige keer, iets dichterbij. En je mag ook misschien eens raden waar we naartoe gaan. Of misschien verklapt Jolien het wel in de volgende shot. Het is nu 8:15, Guilty ons koffie en stage is net gesloten. We zijn net eigenlijk klaar om alles een beetje op te ruimen en weer schoon te maken. En dachten ook van, ik ga eventjes ook nog hier ons hokje even aanpakken. Dat is eigenlijk ons rommelhokje, dat zijn eigenlijk altijd onze vuilniszakken. Maar we hebben die nu allemaal op straat gezet, want morgen worden die opgehaald. Dan heb ik het hier even weer schoongemaakt, weer eventjes een nieuwe start. Er ligt hier nog wel een beetje vuil. Dat is deze zakken, lijkt op vuil. Het zijn vuilniszakken, met dan daarin, heb ik nog een keer, allemaal dopjes van flessen. Oei. Ik gooi dat op de grond. Ik kan nog niet heel veel daarover vertellen. Maar we gaan wel binnenkort daarover ook nog meer informatie geven. En onze vlog van waarom liggen nu vuilniszakken echt bomvol met topjes. En hier ook nog. Hier ook nog allemaal vuilniszakken bomvol met topjes. We gaan dat binnenkort aan jullie vertellen waarom het daar ligt. Maar nu nog eventjes niet. We moeten ook nog dadelijk even koken. Maar ook nog nu ook nog niet. Ondanks dat het al zo laat is eigenlijk. Maar het is vandaag mooi weer, al de hele dag trouwens. Dus hebben Jeno en ik besloten, we gaan nog eens eventjes onze tokkies goed verzorgen. Dat is ook heel belangrijk, dat ook nog een keer eventjes een huisje schoongemaakt wordt. Want ja, dat is wel aangenamer voor de beestjes. Om toch wel te slapen in een schoon huisje. En we hebben iets ontdekt. Daarom dacht ik, ik ga het ook eventjes aan jullie tonen. Er wonen allemaal mini-beestjes hier bij onze tokkies. Ik weet niet of jullie het goed gaan zien. Ik zie er nu niet direct. Want de tokkies hebben ze net ook ontdekt. En ze zijn ze allemaal beginnen opeten. Dus tokkies die eten die beestjes gewoon op. Kijk, hier is die weer. Hopla. Gaat hij weer verder op zoek naar die kleine beestjes. En die eet je op. Kijk, die eet die echt gewoon op, hè. Hopla. Even verder zoeken, zegt hij. Vind je er nog? Ah, het is opgegeten. Ik zag het. Het is wel handig dat ze het zo zelf reinigen eigenlijk. Moesten ze nu ook nog een keer een behoefte uit hun huis doen, dan moesten wij niks meer doen. Kan je er nog vinden? Tokkie, kan je er nog vinden? Zullen er vast nog wel zijn hoor. En Jeno is hier terwijl ook een beetje ons onkruid aan het uittrekken. Er staat echt hier veel te veel onkruid. We geraken er maar amper door met onze, ja, met ons afval van onze tokkies eigenlijk. Dus een beetje tijd om op te ruimen, hè. En de tokkies helpen hem graag, hè, schat? Ja, ja. Helpen ze jou goed? Ja, ze kijken vooral wat naar de achterlaat, hè. Misschien zijn er wel wormpjes onder de plaat. Ja, ja, wie weet. Te veel onkruid, dus zeg. Onze tokkies hebben duidelijk de beestjes ontdekt, hoor. Hopla, zitten die mensen alles aan het leeg eten. Zo flink. Weg met al het vieze ongedierte. En er vliegt hier een smiley luchtballon over. Hoe leuk. Kijk. Je ziet het, hè. Je moet altijd glimlachen. Glimlachen. Wauw, mooi hoor. Je ziet er heel vrolijk uit, terwijl je afval aan het opkuisen bent, als je tuin aan het opkuisen bent. Ja, echt wel mooi, hè, die smiley luchtballon.
helpen ons wel goed, hè? Tadam. Dat is het geluidje dat je hoort als je Netflix opstart. En die hebben we net aangezet. Ik zit nu in de sofa met hier een bordje voor me. Toen en ik eten lekker Mexicaans. Het is trouwens 9:45. Niet echt een uur om nog te eten, maar ja, wij hebben nog heel veel taakjes gedaan. Ja, die kippen, die kippen hebben ons nog veel werk bezorgd. De zaak natuurlijk ook nog. Dus ja, dat is een beetje our life, story of our life. Nu eindelijk een beetje eten, wat drinken, nog maar naar tv kijken. Als we dat zouden doen zonder dat eten en dat drinken, dan vallen we waarschijnlijk als een blok in slaap, want we zijn ook wel best moe. En we gaan ook nog vieren dat we zoveel maanden samen zijn. 47 maandjes. Veel, hè? Heel veel. Nog zoveel te gaan ook nog. Wat? Ik zeg ook nog zoveel te gaan. Ja, dat is waar. We hebben even snel een chillere outfit aan. Popcorn time, ja, het is Netflix time eigenlijk hoor. Maar we hadden wel net ietsje chiller om even zo te zitten. Nee, je hebt een popcorn outfit aan. Ja, waarom dat ik je het dat goed ziet? Ja, zo zie je het beter. Je allemaal ziet popcorn, het allemaal. Ja. Mooi hoor. Maar ik ben, het was een dikke buik. En deze is niet zwanger, een... Nee hoor. Thanks for watching this video. If you like it, please subscribe on en the subscribe button. Yeah. And maybe see you tomorrow. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.